Nou, tot zover is Yolanda volledig op de hoogte. Het enige wat ze nog niet weet is waar ze gaat zingen. En dat ga ik u nu vertellen, want ik heb afgesproken erop te halen. 44. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hallo. Nou, het is zover, hè? Met Yolanda, ja. Ja, wat ziet er mooi uit. Dank je. Ja, ik heb net al helemaal uitgelegd wat er gaat gebeuren. Je gaat zingen voor Gerco. Ja. Alleen is het altijd leuk om dan zeg maar van jou in dit geval te horen waarom. Want dat is ja, toch wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Het is zo, ik ben gescheiden. Ik heb twee kinderen. Gerco is een jaartje jonger dan mij, woont nog thuis. En het is toch zo dat hij dan toch verliefdelijk in een gezinnetje valt. Kom, ja, natuurlijk een hele hoop op hem af. Want je schrijft eigenlijk wil jij door deze actie Gerco in jou en je gezin en in jullie gezamenlijke toekomst laten geloven. Ja, hè? En gewoon helemaal zijn vertrouwen daarin hebben en dat ik er gewoon helemaal achter sta. Hey. Ja, en dat hi vrienden! Kom maar. Hi. Hi. Dat hij daar helemaal geen twijfels over hoeft te hebben. Ik ben gewoon van overtuigd. Wat ga je zingen? Hey. Ik ga een nummer zingen van Stuck on You van Lionel Richie. Want dat is jullie gezamenlijke nummer, hè? Met een speciale tekst. Met een speciale tekst. Ja, kom eens even bij, vrienden. De kleine is verlegen. Kom eens. Kom eens even. Kom je kijken. Zal mama jou vasthouden? Nee. Kom eens. Kom, til mama jou op. Kom maar. Hé. Hey. Die is heel erg. Wie hebben we daar? Hier. Dat is de jongste, dat is Royce. Kom er ook even bij. Kom maar. Wat gaat mama doen vandaag? Hè? Je weet het, wat gaat mama doen? Jullie. En wie gaat mama verrassen? Gerco. En wat heeft mama gedaan? Je hebt het nummer gehoord. Ja. Is er voor jullie nou ergens zeg maar een plek waarvan je zegt van nou, als ik het nou echt zou willen zingen op de allermooiste manier, dan zou ik het liefste daar doen? Dat is onder andere Scheveningen. Oh. En dat is Schotland. Dus allebei sch. Ja, ja. Schotland. En ze ging op Gulden niet mee, of wat? Nee, die doet niet mee. En wat is er met Schotland? Schotland, daar heeft hij wat mee. Daar ben ik nog nooit geweest. Daar wilde hij me wel altijd mee naartoe nemen. En hij is er zelf ooit eens geweest. En ja, dat spreekt hem zo aan. En daar is hij helemaal weg van. Zullen we dan vandaag dat prachtige lied van Lionel Richie voor hem in Schotland gaan zingen? Nee. Zullen we dat doen? Nee, niet. Ja? Oh, Schotland. Heb je een paspoort? Jee. Ik heb een identiteitskaart heb ik. Dat is goed. Dat is mag dat goed? Naar Schotland, ja. Oh jee. Hey, doe je jas aan. We bellen oma om op de kinderen te passen. En dan gaan wij vandaag naar Schotland. Oh. En ik ga Gerco halen, want we moeten wel opschieten. Echt waar? Gaat hij mee? Succes. Dank je wel. Oké. Doei. Aanrijden. Hij komt er nu aanrijden. Ja, ik zie hem. Kunt u deze even voor mij vasten, oma? Hij komt er nu aanrijden. Goeiedag. Gerco, Versluis, hi. Ja, hi. Robert. Ja, dat zie ik. Ja, wat een geluk dat ik hier heb weten te vinden. Zeg. Kom even naar beneden als je wil. Ik sta hier op te wachten omdat ik wil vragen aan jou of jij met mij mee zou kunnen komen. Ik zou best mee kunnen komen. Maar heb je dan enig idee waarom en hoezo? En... Ja, kijk, je hebt wel een zwak gevolg natuurlijk. Ik kijk jouw programma altijd wel, maar het kan vervallen natuurlijk wel. Maar waar zou je dan naartoe moeten? En, ja, ik weet niet. En voor wie dan? Slaan de dood. Ja, je hebt misschien best wel een flauw idee, maar... Nou, spreek het eens uit, dat flauw idee. Flauw idee. Ja, het gaat me een hele hoop gladde dagen. Ik denk dat met wie ik een klein beetje een relatie bezig ben op te bouwen, dat die misschien wel zoiets opgezet heeft. Ze hebben het wel eens gezegd van wat zou je ervan vinden. En over wie hebben we het dan? Over Yolanda. Yolanda. Denk ik. Yolanda die wil jou iets heel belangrijks vertellen. En ik heb haar thuis opgehaald en haar verteld dat de plek die wij hebben uitgezocht, voor jullie zeg maar, om wat zij dan aan jou wil zeggen, om dat te vertellen, dat ergens in Schotland is.
Goeiedag, zeg. En daar wacht zij nu. Wacht ze daar? Dus ik zou jou nu willen vragen of je met me meekomt naar Schotland. Nu ter plekke. Nu ter plekke. Goeiedag, zeg. Ja, ik zou het dolgraag willen, maar ja, als je ziet ben ik... Ik ben bezig met het werk te verrichten. Oh, maar, nou ja, dan gaat het over. Nee, ik zou ze dolgraag mee willen. Ja, echt wel. Maar we hebben toch alles geregeld, man? Ik ben helemaal... Ga je mee? Ja, natuurlijk ga ik mee. Nou, kom op dan. Chauffeur, die komt eraan. Chauffeur komt eraan. Ja, natuurlijk. Weg met dat ding. Ja, pak je jas maar, ja. Zijn we dan in Schotland, Gerco? Bijzonder. Echt bijzonder. Nou, schreef zij mij een hele lange en mooie brief, moet ik zeggen. Ja, dat kan zo heel erg goed, ja. Waarin ze eigenlijk mijn hulp vroeg om jou te overtuigen van het feit dat ze op je wacht. Dat ze gek van je is. Dat ze dag en nacht aan je denkt. Maar dat ze jou eigenlijk wil laten weten dat ze je de tijd gunt. Ja, dat wat is, er ook gebeurt. Dat is heel belangrijk. Omdat ze wil dat jullie bij elkaar blijven. Ja. Ik ben er best wel overtuigd dat zij die tijd mij gun en dat ze echt altijd voor mij voor klaar staat en dat ik helemaal voor haar ben. Het is alleen, ik heb in die tijd dat het wat minder ging, zo'n verschrikkelijke muur om me heen gebouwd, dat ik dat soms niet wil geloven. Ze schrijft brieven en dan is dat zo oprecht en zo eerlijk dat ik dat zo moeilijk kan voorstellen. En ja, daarbij... ook door mee in het verleden dat ik echt speciaal voor haar ben. Dat is gewoon heel moeilijk te vatten soms. En dat kun je gewoon niet geloven? Dat kun je niet echt geloven, nee. En ook naar mezelf, dat ik voor het eerst zoveel voel voor iemand. Ja. En ja, dat heb gewoon extra tijd nodig om daar de goede weg in te vinden. Maar nou staan we hier in Schotland. Ja. Weet je wat hier gaat gebeuren, Gerco? Ik heb geen flauw idee, joh. Misschien een klein beetje, maar... Kijk even die kant op. Daar staan ze. De doedelzakkers, hè? De doedelzakkers, ja. Jolanda gaat voor je zingen. Ja, dat kan ze verschrikkelijk mooi. Zullen we naar naartoe? Dat is prima. Op jou, want ik heb ondervonden, mijn leven wordt niet zonder jou. Maar ik geef je tijd. Wacht op jou en ook op het moment dat jij er helemaal bent voor mij. En ik geef je tijd. Wil je niet meer kwijt? Bouw op mij, zet je angst overboord, want ook jij weet je hoort bij mij. Gerco, neem de tijd. Bouw op mij, maak mijn dromen niet stuk, want ik leef mijn geluk, dat ben jij. Gerco, neem de tijd, wil je niet te kwijt. Niemand meer.
Dus zet die laatste stap. Dus hou van mij, zoals ik hou van jou. Maak die regels nog blauwer dan blauw. Heus, ik geef je tijd. En hou van mij, dus laat je twijfel nu gaan. Er zal niets meer bestaan dan wij. En dat voor altijd. Wil je nooit meer kwijt? Hoe vind je Schotland? Mooi, heel mooi. Ja. We kwamen hier aan en toen heb ik er even boven gezeten. En dat alles bekeken. Er zit een kasteel uit de 13e eeuw, hè? Ja, dat is mooi. Ja. En jullie staan hier met z'n tweeën. Voor het eerst met z'n tweeën eigenlijk. Ja. En ook nog in Schotland. Heel bijzonder. Nou is hier in dit kasteel een hotel gevestigd. En ik zou eigenlijk willen voorstellen of jullie het leuk vinden om hier de komende dagen... Zeg maar met z'n tweeën achter te blijven. Nee. Ja, als je zegt.